In 1981 werd achter een schilderij in Molen de Trouwe Wachter in Tienhoven een foto gevonden. Een wonderlijk verhaal over een Joodse onderduiker en een Amsterdamse jonge dame. Mijn vader en moeder waren actief in het verzet. En daar hebben ze elkaar ook ontmoet. Al voor de oorlog had hij de boeken van Adolf Hitler gelezen. Die heel slecht sprak in zijn boeken over Joodse mensen. Joden zijn die enigen die werkelijk als internationale elementen aan te spreken zijn, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. En hij waarschuwde eigenlijk zijn omgeving voor het gevaar van het toenemende fascisme in Duitsland. En dat je daar het beste je tegen kon bewapenen. Dus mijn vader oefende voor de oorlog al, voor het geval dat de nazi's zouden komen, oefende hij al met zijn vrienden met wapens. Op de tennisclub ontmoette mijn vader vrienden die ook tegen de nazi's waren. En die wisten heel goed dat mijn vader Sándor aan gewapend verzet deed. Ze vroegen dus of hij hen wapeninstructie wilde komen geven. En dat deed hij bij hen in de kelder in Amsterdam-Zuid. En daar in huis zag hij voor het eerst dat prachtige meisje Hester van Lennep. Het was eigenlijk hun jonge tantetje. En hij werd verliefd op haar. Maar hij besloot om geen contact met haar te zoeken, want hij zou haar in gevaar brengen als Jood die op de vlucht was. In die tijd mochten mensen eigenlijk niet eens met Joden omgaan. Dat was verboden. Als mijn vader wordt gezocht door de Duitsers, vraagt hij aan dezelfde vrienden van de tennisvereniging of zij een plek hebben voor hem om onder te duiken. En ze hebben zo'n plek, een kelder aan de Keizersgracht. Daar gaat hij dan wonen. Hij mag zich overdag niet laten zien, maar maakt zijn wandelingen in het donker, in de nacht. En hij leeft daar allang met een andere onder een andere naam. Sándor Barács wordt niet meer gezegd. Hij heet Sjoerd Bartels en dat staat ook in zijn persoonsbewijs. En in die kelder wordt Sándor Barács verzorgd door Hester van Lennep. Hester woont verderop met haar vriendin Paulien en ziet alle mishandelingen op straat door de Duitsers. Razzia's. Joden worden uit huis gesleept en afgevoerd. Hester besluit om in actie te komen. Ze helpt met het weghalen van Joodse kinderen uit de gevangenis aan de Plantage Middelaan. Aan de Plantage Middelaan staat een oud theater. Dat heet de Hollandse Schouwburg. En daar worden de Joodse Amsterdammers gevangen gezet. En om die mensen te dwingen om daar te blijven en niet weg te lopen, pakken ze de kinderen van de ouders af. En die kinderen die brengen ze aan de overkant van de straat in een, zeg maar, wat ik dan een gevangenis voor kinderen noem, in een voormalig kinderdagverblijf. En ze noemen het de crèche. Hester en Paulien gaan met gevaar voor eigen leven, gaan ze regelmatig naar die buurt toe. En zij smokkelen kleine kinderen, met toestemming van de ouders die gevangen zitten aan de overkant. Smokkelen ze kleine kinderen vanuit de crèche, via de school die daarnaast ligt, naar buiten toe en dan naar huis. En mijn moeder verzorgt die man in de kelder, die zij ook een aardige kerel vindt. En zij vraagt hem of hij haar wil helpen om kinderen weg te brengen naar veilige adressen. En dan vraagt hij haar eigenlijk heel dom, wat zijn dat dan voor kinderen? En dan kijkt ze hem ontzet aan, want ze weet dat ze met een Joodse Amsterdammer te maken heeft. Hij heeft geen seconde nagedacht over het lot van de andere Joodse mensen. Hij zit daar veilig. Maar op het moment dat zij aan hem vraagt, wil je voor mij Joodse kinderen wegbrengen naar veilige adressen, wordt hij dubbel verliefd op haar. Hij is gewoon, hij denkt, wat is dit een bijzondere vrouw? En hij zegt van harte ja. En vanaf dat moment vormen ze samen een kleine verzetsgroep. En ze hebben uiteindelijk samen 80 Joodse kinderen in veiligheid gebracht. Maar ze zijn echt van elkaar gaan houden. En dan neemt mijn moeder een besluit, maar ik beschouw als haar grootste verzetsdaad. Zij besluit dat ze met deze man wil trouwen. Maar dat is volstrekt onmogelijk. Want niet-Joden die met Joodse mensen zijn getrouwd of willen trouwen, die worden in een concentratiekamp gezet. Zij laat zich niet door Adolf Hitler voorschrijven met wie zij zal trouwen. Zij wil met deze man trouwen. En dat hij Jood is, dat doet er voor haar niet toe. Ze houdt van hem. Nu weet een van hun verzetsvrienden te vertellen dat er in het dorpje Tienhoven in Utrecht een burgemeester is die mensen trouwt voor de Nederlandse wet. Dat zijn verzetstrijders of Joden. En zij zoeken contact met deze burgemeester, die heet
Antonie van den Hoorn. En ze maken afspraken. De datum is 20 januari 1944. Mijn vader zit als Sjoerd Bartels ondergedoken bij een communistische havenarbeider aan de Ringdijk in Amsterdam, Watergraafsmeer. En die ochtend heeft hij een bijzondere afspraak op het Centraal Station. Daar zal hij zijn bruid, Hester van Lennep, die zal hij daar ontmoeten. Ze heet Julia van Laar, dat is haar schuilnaam, maar zij zullen die dag gaan trouwen in Tienhoven. En als mijn vader wakker schrikt om 8 uur, heeft hij nog eigenlijk een half uur om het Centraal Station te bereiken. Maar de communistische pakhuisbaas waar hij ondergedoken zit, weet van het voorgenomen huwelijk. De man is zelf een verzetsman. Hij heeft uit eigen mond heeft hij bonnen gespaard en zet de bruidegom van die dag nog snel een ontbijt met eitjes en met bruinbrood en met kaas voor. Hij laat mijn vader niet zomaar de deur uitgaan. Mijn vader kan dit niet weigeren. Dit is zo ongelooflijk lief. Maar daardoor mist hij de tram en komt hij te laat op het Centraal Station aan. En daar is niemand. Ze hebben afgesproken in de wachtkamer van de eerste klas. Maar Hester is er niet. En ook de vrienden die getuigen zullen zijn, ze zijn niet aanwezig. En dan denkt hij, dit was slechts een droom. Dat ik ga trouwen in oorlogstijd als Jood met een prachtig niet-Joods meisje die van mij houdt, dit heb ik gedroomd. En pas een paar minuten voordat de trein gaat, komen de gasten binnen. En daar is ook de bruid. En dan blijkt dat het werkelijk waar is. Ze nemen de trein naar Hilversum. Daar nemen ze de enige bus van die dag. Er rijdt maar één bus van Hilversum naar Utrecht. Die mogen ze niet missen. Ze halen de bus en bereiken het dorpje Tienhoven. In het dorp Tienhoven heeft burgemeester Van den Hoorn met zijn vrouw al de voorbereidingen voor dit huwelijk getroffen. Ook zij hebben bonnen gespaard. En ze hebben daardoor broodjes kunnen bestellen bij de plaatselijke bakker. En om te voorkomen dat de dorpelingen weten dat hier een illegaal huwelijk plaatsvindt tussen Amsterdamse verzetstrijders, waaronder een Jood, heeft mevrouw Van den Hoorn tegen de bakker gezegd: u mag het eigenlijk niet verder vertellen, maar er komen vandaag heren voor de ruilverkaveling. Zij begrijpt natuurlijk drommels goed dat de vrouw van de bakker dit onmiddellijk zal doorvertellen. En binnen de kortste tijd weet het hele dorp het. Ze komen aan bij de burgemeesterswoningen, worden hartelijk ontvangen. Maar voordat het huwelijk plaats gaat vinden, moet de burgemeester Van den Hoorn bij wijze van alibi aan de dorpelingen bewijzen dat de heren van de ruilverkaveling zijn gekomen. En de mannelijke leden van het gezelschap, dat zijn dus mijn vader, dat zijn zijn zwager Hielke en de fotograaf van de verzetsgroep, Johan van Dijk. Met z'n vieren maken zij een wandeling door Tienhoven. En ze zijn opgewonden. Ze praten samen over verzet tegen de Duitsers. En ze vragen zich af wanneer de geallieerden zullen aankomen. En waar ze zullen landen op het continent van Europa. Zullen ze landen in Noorwegen, misschien op de Nederlandse kust of in Frankrijk? Maar op het moment dat er een boer uit Tienhoven aan de horizon opduikt op zijn fiets, hun kant op fietsend, dan stopt de burgemeester met het gesprek en begint een toneelstukje op te voeren. Dan zegt hij tegen zijn 3 metgezellen: aan mijn linkerhand is het waterpeil 1,5 meter beneden AP. En dan groet hij de boer: goedemorgen Jansen, goedemorgen burgemeester. De boer fietst verder. En de 4 mannen praten verder over verzet. En als de wandeling is gemaakt, komen ze terug. En dan gaat het gezelschap de raadzaal binnen. En daar worden de schilderijen omgedraaid. Daar hangen landschappen. Maar als die schilderijen worden omgedraaid, hangt daar het koninklijk gezin. De koningin, prins Bernhard, de prinsesjes. En daar wordt het bruidspaar aan tafel gezet. En daar ligt klaar het huwelijksboekje. In goud geschreven letters en versierd en hun eigen namen. Niet meer Julia van Laar en Sjoerd Bartels, maar de namen die ze eigenlijk al jaren niet meer gebruiken. Hester van Lennep
en Chandor Baraj. En de burgemeester die houdt een toespraak, een vlammende toespraak over vrijheid en over de toekomst van Nederland die beter zal zijn. En als de Nederlanders ooit in vrijheid zullen leven, dan zullen ze het te danken hebben aan de mensen die hun nek hebben uitgestoken, die de moed hebben gehad om zich te verzetten. En dan komen er de broodjes met kaas en met ham en er zijn bloemen voor de bruid. En als ze dan terugkeren met de enige bus die weer teruggaat naar Hilversum, dan doet mijn moeder die bloemen niet triomfantelijk met de bloemen aan de buitenkant van de tas. Ze stopt ze omlaag met de stelen naar buiten, om geen aandacht te trekken. En in de bus terug naar Amsterdam ziet mijn vader hoe zijn neef Hielke aan het dichten is, aan het schrijven is. Teruggekeerd in Amsterdam, in de familiekring, met allemaal vrienden die ze kennen uit het verzet, hebben ze een feestmaal en wordt er een prachtig huwelijksgedicht voorgedragen door neef Hielke. En zo leven mijn vader en moeder getrouwd. Misschien is dit het enige huwelijk tussen een niet-Joodse en een Joodse man in de geschiedenis van, althans, de Nederlandse bezettingstijd. Misschien wel in heel Europa. Ik heb er nog niet van gehoord dat dat ergens anders is gebeurd. Dat moet ik nog uitzoeken. Maar vanaf dat moment zijn ze man en vrouw. En moeten ze nog anderhalf jaar geduld hebben totdat de bevrijding dan een feit is. Ze houden zich bezig met het schrijven van een illegale krant tegen de nazi's. Die krant heet Trouw. En daar schrijft mijn vader artikelen voor. En mijn moeder brengt die kranten weg, achter op de fiets, naar mensen die geïnteresseerd zijn om dat te lezen. En als dan de bevrijding komt, op 5 mei 1945... wordt Trouw voor het eerst legaal uitgebracht. En de hoofdredacteur, Sievert Bruinslot, heeft mijn moeder dan al gevraagd of zij een kikkerverhaal wil schrijven. Want mijn ouders die noemen zich onderling kikkers. Ze zeggen namelijk dat ze ondergedoken zijn op de vlucht voor een grote eend die kikkertjes wel lust. En die eend die staat voor Adolf Hitler. Dus in de eerste editie van het legale Trouw staat een stripverhaal wat mijn moeder bedacht heeft, wat de hele geschiedenis nog eens vertelt vanuit de beleving van kikkers. Voor het eerst op camera verteld. Ik heb hier al zo lang mee rond. Het is een gouden verhaal. Oef. Nou ja, het is ook mooi. Het waren namelijk schitterende ouders. Na de oorlog zijn mijn ouders nog een keer teruggegaan naar Tienhoven om alles nog eens een keer door te nemen. Wat was er nou precies gebeurd? En toen kregen ze van burgemeester Van de Hoorn het verhaal te horen dat er overal in de omgeving Joodse onderduikers zaten. En dat de molen, de trouwe wachter, een grote rol speelde in het verhaal. Dat als de SS-troepen aan de horizon opdoemden om invallen te gaan doen in boerderijen, dat de molenaar werd gewaarschuwd en dat hij dan de wieken in een bepaalde stand zette. En dat de boeren dan begrepen, nu moeten de onderduikers wegwezen. En dat ze in veel gevallen dan in het rietland verdwenen en daar dan bleven totdat de kust weer veilig was. En bij datzelfde bezoek aan het burgemeesters-echtpaar kregen ze dan hun echte cadeautje. En dat is het schilderij wat achter me staat. Dit is het cadeau wat het echtpaar Van de Hoorn aan mijn ouders hebben gegeven. Een herinnering aan dat hele bijzondere huwelijk dat werd gesloten in januari 1944. Een afbeelding van de trouwe wachter in de waarschuwingsstand. En voor het 40-jarig huwelijk hebben Sandor en Hester het boekje van het kikkerverhaal speciaal laten drukken voor de kinderen en kleinkinderen.
Een waar kikkerverhaal. Ergens bij een sloot leefde Kikkerkwak een onbezorgd prettig leventje. Hij kwaakte van zijn plezier met de andere kikkers en zwom en sprong wanneer hij er zin in had. Vooral 's avonds in de maneschijn vertelden ze elkaar mooie kikkerverhalen en ze zongen liedjes waar de muggen dan bij dansten. Maar eens op een dag werd de rust in de kikkerplas verstoord door een monster. Een reuzeneend die jacht maakte op alle kikkers die dik en mals waren. Kikkerkwak vond dat heel naar en had ook helemaal geen lust om zich te laten opeten door zo'n gemene eend. Zonder afscheid te nemen van de andere kikkers, dook hij onder in de plas. Daar zocht hij tussen planten en stenen een schuilplaats waar hij buiten het bereik van het monster kon wonen. Een poosje woonde hij daar eenzaam en verlaten, maar dat begon hem gauw te vervelen. Hij besloot eens onder water op verkenning te gaan. Niet ver van zijn schuilplaats ontdekte Kwak toen een groot huis, waar tot zijn verbazing een kikkervrouwtje woonde. Juffrouw Kwek vertelde dat ze ook gevlucht was voor de reuzeneend en nu woonde ze in dit stenen huis met nog meer gevluchte kikkers. Ze verzorgde ze allemaal en paste goed op de donderpadjes, zodat de reuzeneend ze niet kon pakken. Meneer Kwak was erg ontroerd over het verhaal van juffrouw Kwek. Hij vond haar ook erg lief en hij vroeg of ze met hem wilde trouwen. Dan konden ze samen voor de ondergedoken donderpadjes zorgen. Dat vond Kwek een goed idee en zo gingen ze samen naar de burgemeester die heel veel voor de ondergedoken kikkers deed. De burgemeester was een deftige oude taaie kikker die het kikkerpaar spoedig in de echt verbond. Vervolgens had de kikkerwijding plaats door dominee Kwiek de Kikker. Er waren veel bruiloftsgasten, waaronder 3 donderpadjes die zich ter ere van het feest extra mooi hadden aangekleed. 1 was in het rood, 1 in het wit en 1 was in een blauw pakje, terwijl de middelste een oranje dasje had aangetrokken. Je begrijpt wel dat Kwak en Kwek erg onder de indruk waren van hun eigen bruiloft. Op weg naar huis hoorden ze de reuzeneend tussen het kroos zoeken naar ondergedoken kikkers. Dat was heel griezelig, want je kon toch maar nooit weten hoe diep het monster kon pikken. Zo leefden Kwak en Kwek in de donkere plas tussen angst en plezier en ze zorgden samen voor de andere ondergedoken kikkers. Intussen bedacht Kwak een manier om het monster uit de plas te verjagen, want ze konden toch niet hun hele kikkerleven onder water blijven? Wat denk je dat Kwak deed? Hij zocht allerlei donsjes en veertjes bij elkaar en beplakte zich er helemaal mee. Nu leek hij meer op een eend dan op een kikker, vond hij zelf, en kon hij veilig eens boven water gaan kijken. Op een avond in het schemerdonker zwom Kwak, vermomd als eend, naar de oppervlakte om daar de muggenkoningin om raad te vragen. Deze kwam dadelijk aangezoomd en luisterde naar wat Kwak te vertellen had. Je begrijpt wel dat het ging om de reuzeneend die de plas onveilig maakte voor alle kikkers. De muggenkoningin beloofde direct te helpen. Ze zou haar muskieto's uitsturen om een aanval op het monster te doen. Kwak dook opgewonden weer onder water en was nog maar nauwelijks bij Kwek en de anderen aangekomen of een donderend geraas en geklepper deed de hele sloot trillen. De donderpadjes kropen diep in de modder van schrik. Het duurde heel lang eer het lawaai ophield en voordat Kwak durfde te kijken wat er gebeurd was. Bovengekomen zag hij nog net een klein puntje van de reuzeneend die door de muskieto's verdreven werd. Kwak nam een grote sprong van blijdschap. Nu was de plas weer veilig. De muggenkoning had ervoor gezorgd dat het monster werd verjaagd en alle kikkers en donderpadjes vierden feest en kwamen allemaal boven water en riepen: "Leve de muggenkoningin!" En kwaakten in de oranje zon het lied van de vrijheid. Wel dachten ze nog veel aan de kikkers en donderpadjes die na de oorlog niet waren teruggekomen.
de moeder van de stadsverteller van Amsterdam. Je begrijpt, ik heb het van niemand vreemd. En dit is dan de eerste keer dat ik dit ooit heb voorgelezen.